Ja, Vincent, jij wilde je wens met ons bespreken. Ja. Mijn wens is namelijk dat ik naar een bubbelbad wil en dat mensen mij daarbij helpen. Nee, ja. Ik kan me herinneren in het verleden dat jullie dat wel eens gedaan hebben. Ja, we gingen wel eens met een tijd geleden. Dat gingen we wel eens met z'n drieën, met een vriend van ons, gingen we dan naar het bubbelbad. Ja, het wordt steeds lastiger. Ik bedoel, ik heb ook een gezin en ik moet voor mijn werk nog wel eens weg. En die vrienden waar we dan mee gingen, dat is hetzelfde verhaal. Die hebben ook kinderen en het wordt steeds lastiger plannen. Ook omdat Vincent zelf natuurlijk wat drukker is. Ja. En het nadeel van het zwembad hier in Laren is dat het natuurlijk ook niet elke avond geopend is. Het bubbelbad, heerlijk, Vin. Kun je uitleggen, wat vind jij daarvan? Nou, dat vind ik heel goed. Omdat het heel goed is voor mijn lichaam. Dan lijkt het net of je weer opnieuw in je vel zit. Zo goed is dat voor mij. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou heel lekker is. En het effect, hoe lang houdt dat aan dan, als van zo'n lekker bubbelbad? Nou, het is ook zo dat als je dus in een bubbelbad gaat, dat het dus mijn spieren ook gemasseerd worden door die bubbelstimulatie. Je merkt ook gewoon aan zijn hele houding dat hij een stuk minder gespannen is. Ja, heerlijk. Dus dat is sowieso fijn. Ja. Ik weet gewoon, warm water vind je heerlijk. Hier onder de douche ook. Je zit zo een kwartier, 20 minuten. Maar ik vraag me altijd af, in hoeverre is het dan mogelijk om dat voor elkaar te krijgen? Dus vandaar dat ik ook altijd heel erg op mijn eigen netwerk zit te hameren. Ja. Dat ik daarvoor mensen zoek. Ja, de oplossing, jij vraagt het tussen mij, dus ik denk, wat vraag je van ons? Hè? Ik denk dat wij dan de bijdrage kunnen doen om toch af en toe een teamlid mee te laten gaan, een begeleider. Ja. Ik vind ook wel dat er bij ons dat wij daar ook een stukje in bijdragen, dat je ook begeleiders mee laat gaan. Ja. Nou, ik spring bijna in de armen. Kom maar. Nou, dan hoef je ook niet meer naar een bubbelbad als dat lukt. Nou ja, het is fijn als jullie die hulp ook zouden kunnen bieden, want dan voel ik me ook wat geruster als ik wat minder vaak bijvoorbeeld naar het zwembad ga en wat andere dingen met Vincent kan ondernemen. Nou, om het even kort samen te vatten, kan Vincent kijken in zijn poeltje van wie bereid is om met jou te doen, wie de bus kan rijden, wie jou in een bubbelbad wil begeleiden. Jij bent ook bereid om wel af en toe met wat vrienden hem te begeleiden en dan kan ik kijken van welke locaties in de omgeving ga ik wat uitzoeken van welke locaties geschikt zijn. En ik ga het inbrengen in het teamoverleg dat dit een wens is en dat we kunnen kijken hoe we het kunnen organiseren, dat we ook af en toe een begeleider meegaan. Ja, vind ik heel goed. Is dat voor jou zo goed als je denkt van wij nemen taken, die taken op ons en we maken een terugkoppeling weer? Ja, dat is goed, dat is goed. Dit zijn gewoon andere dingen die er ook bij horen om je leven gewoon leuk en ontspannen te houden en je ook goed voor jezelf te zorgen als mens. Dus daar word ik wel blij van natuurlijk. Oké, goed. Nou, op naar de bubbelpool.